In het nieuwe programma Kinderen kopen ideale huis, dat vanaf 24 maart bij SBS 6 te zien is, worden de rollen omgedraaid. Niet de ouders, maar de kinderen gaan op huizenjacht naar het ideale familiehuis. Tekst gaat verder onder advertentiepresentatrice Leonie ter Braak en makelaar Geert Klaver helpen de kinderen in de overspannen huizenmarkt. In elke aflevering staat een nieuw gezin centraal, waarvan de ouders dolgraag willen verhuizen maar de kinderen dwars liggen. Totdat ze samen met ter Braak zelf op jacht gaan naar een nieuw onderkomen. Tijdens de zoektocht staan de eisen van de kinderen voorop, zoals gehoorigheid, aanwezigheid van dubbelglas en de grootte van slaapkamers en tuin. De ouders geven de regie volledig uit handen en moeten afwachten tot er een handtekening onder het koopcontract staat. Buzzelets Blok ADS.